We waren al begonnen, Jan Fens en ik. Bekende Rotterdamse ondernemer. Die leidt aan een zeldzame ziekte, de Katwijkse ziekte. Daarover, maar ook over de positieve manier waarop jij in het leven staat, Jan, gaan wij zo praten. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Jan Fens, ik zeg bekende Rotterdamse ondernemer. Even voor de paar mensen die het niet weten. Wat heb jij altijd gedaan in je ondernemersleven? Wat doe je allemaal? Nou, ik ben in het bedrijf beland van mijn vader. En dat was altijd een vleesimporteur. En dat is hetgene wat ik ook heb uitgevoerd. Import van Zuid-Amerikaans vlees. Vanuit Argentinië, Brazilië enzovoort naar Europa. En dat bedrijf heb je verkocht? Ja. Op het moment dat ik had uitgevonden dat ik de Katwijkse ziekte had, of heb, dat heb ik nog steeds. Toen heb ik mijn bedrijf maar verkocht, want toen kon ik me volledig concentreren met de stichting die ik ben opgericht en daardoor een medicijn te vinden tegen die ziekte. Hey, die Katwijkse ziekte, toen ik mensen heb verteld de afgelopen dagen dat jij zou komen, dan zegt bijna iedereen, wat is dat dan, die Katwijkse ziekte? Heel veel mensen weten dat niet. Wil je dat verhaal nog een keertje doen, alsjeblieft? Ja, ik zal het proberen snel en kort te doen. Het is een hersenziekte. En je hebt de Katwijkse ziekte, dat is dus ook een genetische ziekte, erfelijk. Ik heb het geërfd van mijn moeder, die is overleden op 60-jarige leeftijd aan de Katwijkse ziekte, middels een hersenbloeding. Dan heb je nog een andere ziekte, dat heet CAA. En dat is een hele grote ziekte. 1 op de 4 mensen van 65 jaar of ouder krijgen CAA. Nou, de Katwijkse ziekte genetisch en de CAA is dus een ouderdomsziekte. En wat houdt het in? Eiwit, wat iedereen heeft in het lichaam, wordt in de bovenste sferen vergiftigd in het bloed, wat door de haarvaten, dat zijn de hele dunne vaten, gaat. En dat eiwit blijft dan plakken in die vaten, zowel bij CAA als bij Katwijkse ziekte. En doordat dat blijft plakken in die vaten, beschadigt het de vaten en veroorzaakt dat hersenbloedingen. En dat veroorzaakt uiteraard uiteindelijk de dood. Jij hebt die Katwijkse ziekte. Hoeveel hersenbloedingen heb jij gehad, Jan? 6. 6. Ja, je zegt het even zo tussen neus en lippen door. Ja. Maar het is een immens antwoord eigenlijk, toch? Nou, het zijn 6 hersenbloedingen in 8 jaar. Dus ja, het is niet mijn hobby. Dat niet. Nee. Maar dat is wel, die hersenbloedingen die ze veroorzaken, dus uiteindelijk kan dat de dood veroorzaken. Maar ook een dementie zou ook nog kunnen. Want je hebt, ik heb dan 6 hersenbloedingen gehad, maar dat zijn de grote bloedingen. Maar wat je ook als patiënt gaat krijgen, zoals bij CAA en de Katwijkse ziekte, is die microbleeds. Dat zijn hele kleine bloedingjes. En die veroorzaken dan wel een beetje dementie. Hey, maar je hebt 6 hersenbloedingen gehad. Je weet ook dat ze terug blijven komen, toch? Dat is een van de gevolgen van in die ziekte. In principe wel. En over 8 jaar 6 hersenbloedingen valt dan mee. Maar de laatste hersenbloeding is 2 jaar geleden geweest. Maar met die microbleeds, dat is meer, die beschadig je meer. Maar dat veroorzaakt niet snel hersenbloedingen. Het veroorzaakt het uiteindelijk wel, maar niet snel. Heb jij ontdekt dat je die Katwijkse ziekte had toen je je eerste hersenbloeding kreeg? Is het zo gegaan bij jou? Hoe ging dat? Ik had een enorme hoofdpijn en de volgende dag kon ik niet goed lezen met een leesbril op. En toen zei iemand tegen mij, joh, laat eens een MRI maken of nemen in het ziekenhuis. Dat gedaan en toen hoorde ik, je ziet kleine zwarte vlekjes. En dat zijn die kleine microbleeds, maar er zit een grotere bloeding tussen. En die microbleeds is hoofdzakelijk, vindt dat plaats door de CAA-ziekte. Maar die grote, ik heb dus, wat je zei, 6 hersenbloedingen groter gehad. Maar er zaten ook 10 tot 12 microbleeds tussen. En maar, die zijn minder schadelijk. Maar je denkt, een hersenbloeding, dat is al erg op zich. Maar jij wist toen werd vastgesteld, het is de Katwijkziekte. Ik ga er meer krijgen. Wat deed dat en wat doet dat geestelijk met je? Nou, geestelijk, in principe kan het van alles doen. Je kan een hele zware hersenbloeding krijgen, dat je niet eens meer kan lopen, je spieren niet meer kunnen bewegen. Maar dit zijn geen microbleeds geweest, die heb ik ook gehad, maar dat zijn die hele kleintjes. Maar deze hersenbloeding die ik heb ik voorlopig nog allemaal overleefd. En ik heb nog geen last van geheugenverlies of dat soort dingen, wat allemaal met die zwaardere bloedingen wel kan komen. Wat ik eigenlijk wil weten, Jan, wat doet het psychisch met je? Want ik kan me ook voorstellen dat dit genoeg reden is om in een diep dal te raken, in een depressie misschien wel. Nou, een depressie kan je daardoor krijgen. Je kan alle kanten op met een hersenbloeding.
Mijn moeder heeft er één gehad, die is tegelijk aan overleden. Toen was ze 60. Ja, ik heb een zware gehad in 2017, een zware hersenbloeding. En dat is wel een bloeding wat... Toen had ik ook moeite om mijn woorden uit te spreken. Dat was wel een heftige hersenbloeding. En die is wel zwaar geweest. Alleen in 2017. Maar ben je bang? Helemaal niet. Nee? Maar er zijn heel veel mensen dat het wel zijn. Ik heb ook mensen afscheid van moeten nemen die 54 vorig jaar... het afgelopen jaar nog, met 54 jaar overleden aan de Katwijkse ziekte. En zo zijn er meerdere. Hoeveel mensen hebben die ziekte? Globaal rond de 1000. En dat zitten de meeste allemaal in Katwijk. Maar dan zijn er ook mensen verhuisd met de tijd. Want het is ontstaan in rond, dat hebben ze helemaal uit kunnen vinden, in rond 1750. Nou, dat is heel lang geleden. Maar toen zijn er na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, mensen geëmigreerd vanuit Katwijk naar onder andere Canada en Australië. En daar wonen ook een paar honderd mensen maar met die ziekte. Maar alles bij elkaar zijn er zo'n beetje van rond de 1000 patiënten. Je vraagt die mensen bezighoudt, hè, en die mij ook bezighoudt, waarom specifiek in Katwijk? Is daar een verklaring voor gevonden? Ja, in dit 1750 is er iemand gearriveerd in Katwijk. Waar die man precies vandaan komt, is niet bekend. Het is een buitenlandse visser geweest. Zou kunnen uit IJsland of iets, maar dat weten ze nog niet zeker. Die man is daar aangekomen, is gaan trouwen met een Katwijkse vrouw. Mm-hmm. En die hadden 6, 7 kinderen. En die kinderen ook allemaal veel kinderen. En daar is het begonnen. Nou, als dat vanaf 1750 begonnen is, dan zit je 300 jaar later aan een hoop van die patiënten wat doorgegaan is door die Het is erfelijk, hè? Erfelijke vorm, ja. Hebben jouw kinderen het? Nou, heel blij, omdat mijn dochter heeft zich laatst laten controleren. Die is 25 en heeft zelf al 4 kinderen. En het is een vrij erfelijke ziekte. 50% van de kinderen krijgen meestal die ziekte. En die heeft niet de Katwijkse ziekte. Oké. Okay. Dat kan gebeuren dat je het niet hebt. En dan slaat het ook niet meer een generatie over. Dan is het dan voorbij. Dan is dat nageslacht is veilig, zou je kunnen zeggen. Dat is een goede opmerking. Hey, nou ben jij iemand die het negatieve heeft omgezet in het positieve. Je hebt een foundation opgericht. Je bent gala's georganiseerd. Je bent ongelooflijk veel geld gaan ophalen om medicatie te produceren en te ontdekken tegen deze ziekte. Ja. Maar is dat nou, want ik vraag me wel eens af, die vraag heb ik je nooit gesteld, maar ik stel hem nu gewoon met de camera's aan, Jan. Is jouw vrolijkheid, je drukheid, je manier van leven, is dat ook een soort bescherming tegen de buitenwacht? Of ben je echt zo van nature? Nou, ik was altijd wel zo van nature, maar vooral door die hersenbloeding in 2017, die was zo zwaar. En dat kost je wel een beetje, het verandert je karakter een beetje. Mm-hmm. En dat kan je weer oplossen door je met rust gelaten worden door hersenbloedingen. Dus heb je tijd om daar weer overheen te komen. Maar dat is best wel iets, dan gebeurt er wel veel. En ik moet eerlijk zeggen, dat is best wel goed verlopen. En ja, ik heb er ook op dit moment geen last van. Maar jouw gedrag is geen muurtje tegen de buitenwereld. Ben jij thuis een heel andere Jan? Veel teruggetrokkener en iemand die zich wel zorgen maakt misschien? Nee, want ik kan ook... Ik lig er niet wakker van. Ik slaap wel slecht, maar dat komt niet door de Katwijkse vervelende ziekte. Ja, ja, ja. Het wordt wel eens anders genoemd in Katwijk. Ja, ik snap het. Maar om nou te zeggen, het is de Katwijkse kutziekte, is niet netjes. Gaan we niet doen op deze zender, Jan. Ja, ik zei al, je hebt het omgezet in iets positiefs. Je hebt de Dutch CIA Foundation opgericht. Wat heb je daarmee gedaan allemaal de voorbije jaren? Ik ben dat begonnen in 2014. En toen ben ik op de wandeling geïnterviewd door Sander de Kramer, jullie wel bekend. En toen is het een beetje duidelijk geworden. En toen heb ik de stichting dus ook opgericht samen met Mark van Boegem. Dat is de radioloog in Leiden, in het LUMC ziekenhuis. En daar zijn we het begonnen. Ik kan wel zeggen, we hebben altijd mooie feesten gegeven met kleine veiling items ertussen. En in die 6, 7 jaar dat ik daarmee bezig ben geweest, hebben we rond de 2,5 miljoen euro opgehaald. En dat is allemaal besteed bij het LUMC naar de onderzoeken die daar al gedaan werden. Door de MRI's te maken, lumbaalpuncties. Dat doen ze dan met een injectie in je rug. Halen ze vocht uit je rug om te zien hoeveel beschadigd eiwit jij in je lichaam hebt. Nou, dat kost tijd en geld. Maar dat hebben we daar allemaal mee kunnen regelen. Dat in het LUMC gedaan is. En nu heeft het LUMC een soort groep opgericht. Een consortium noemen ze dat. Daar zitten 2 grote Amerikaanse bedrijven bij. Daar zit mijn stichting bij. En de patiëntenvereniging. En nog een ander ziekenhuis.
erg bij uit Nijmegen vandaan. En die zijn nu volop bezig voor twee Amerikaanse bedrijven, Biogen en Alnylam. Dat zijn twee grote bedrijven. En die zijn bezig om het medicijn uit te werken dat het opgelost is. Het is natuurlijk een RNA-ziekte. En dan zoek je een medicijn. Wat is RNA, Jan? Nou, dat zit tegen DNA aan. En dat, okay. Wat het precies is, is moeilijk uit te leggen. Maar gaat hoofdzakelijk ook over het eiwit in het lichaam, hoe dat dan werkt. En wat is nou, heel kort uitgelegd, het eventuele medicijn? Je hebt van die grote vaten in je hersenen. En dan heb je ook de kleine vaten. Dat noemen ze de haarvaten. Mm-hmm. En daar gebeurt die schade in. Maar door die grotere vaten waar het bloed richting jouw hersenen komt, dat noemen ze een exon. En daar heb je drie nummers van. Exon 16, exon 17 en exon 18. Als het bij de Katwijkse ziekte het bloed door exon 17 gaat, wordt het vergiftig en komt het vergiftig in de haarvaten. Mm-hmm. En nou gaan ze exon 17 tot sluiten brengen op een of andere manier, waardoor het bloed door de grote vaten exon 16 en 18 gaat. En 17 wordt dan ontweken. En dan heb je ook niet meer het beschadigde haarvaten, omdat het gif alleen maar in exon 17 zit en niet in exon 16 en 18. Eerder heeft Sander de Kramer in een uitzending in de Boothouse die we samen gemaakt hebben met collega Frank Vijgenbij gezegd, Jan is, het is eigenlijk een geschenk voor de mensheid dat Jan deze ziekte heeft gekregen over jou. Want jij bent er actief mee aan de slag gegaan, hebt geld opgehaald. Nu zijn jullie dichter bij een oplossing dan jullie waren. Ja. Is dat ook een drijfveer voor jou om anderen te helpen hiermee? Nou, anderen, het is maar een kleine groep natuurlijk wat betreft de Katwijkenziekte, de erfelijke ziekte. Kijk, dat zijn wat je net ook vroeg, rond de 1000 personen wereldwijd. Maar CAA is een hele grote ziekte. Wat ik je ook al zei, 1 op de 4 mensen van 65 jaar en ouder krijgt die ouderdomsziekte CAA. Mm-hmm. En van die mensen, 30% die dat dan hebben, 30% van die zieke mensen, die overlijden aan hersenbloedingen. En de andere 70% van die mensen die het hebben, die hebben last van dementie. Mm-hmm. En daarom is het belangrijk om dat aan te pakken. En ja, dat is een hele grote ziekte. Dat is een grotere ziekte zelfs dan corona op dit moment. Ja. Maar niet besmettelijk. Hey, en je bent verder gekomen dan jullie waren. Hoe dicht zijn jullie bij een... Ja, oplossing is een beetje gek, maar hoe dicht zijn jullie bij een werkend medicijn? Nou, het medicijn wat je moet hebben, dat bestaat eigenlijk al. Dat is medisch technisch al uitgevonden, wat ik net zei. Exon 17, zie het maar als een pleister die erop geplakt wordt, dat die dicht is. Mm-hmm. En dan heb je het vergif niet meer in de vaten. En ja, op die manier is de oplossing er eigenlijk al. Maar wat moet je dan bij de EMA en bij de FED, moet je het medicijn daar brengen. En dan moet dat gecontroleerd worden en door gezonde mensen uitgeprobeerd worden, dat je er niks ziet extra van wordt. Nee, dan moet je allerlei testen moeten er gedaan worden. En dat kost zeker nog een jaar. En ze zijn nu ook bezig in Katwijk om een hoop mensen, patiënten, op te vragen van, kun je je laten onderzoeken nu door Biogen en Alnylam die ermee bezig zijn. En dan verwachten wij toch, omdat het medicijn er eigenlijk al is, maar de controles moet goed gaan, dat dan een jaartje gaat duren. Nou, dat zou voor mij mooi zijn. Ik ben natuurlijk al 60. Wat ik al net zei, er zijn mensen overleden vroegere leeftijd. Mijn moeder is 60. Maar als dat dit jaar dus eraan zit te komen, zou dat wel eens heel interessant kunnen zijn. En dat zou jouw leven verlengen? Ja. Nou, het zou de ziekte oplossen. En dan, tenzij ik tegen een auto aanloop, maar in principe het zou moet wel, het mijn leven verlengen. Ik moet erom lachen, Jan, maar het zou wrang zijn als jij dit oplost met een aantal mensen. Ja. En dat je dan tegen een auto aanloopt. Ja, nou, dat is sowieso wrang, hè, voor alle duidelijkheid. Dat is altijd vervelend. Laat daar geen misverstand. Nee. François van E. reageert, die ken je. Want het is een interactieve talkshow. Hè. Je kunt reageren op de Lunch. Ik laat een bericht achter in de comments op Facebook of reageer op de livestream. En François van E. zegt, van de Gouden Snor kennen we allemaal, mooie man die Jan. Nou ja, dat hij dat zegt, dat raakt me niet zo. Oh. Ik heb liever dat vrouwen dat zeggen. Ik dacht dat je gaat een prachtig eerbetoon aan François, die ook de gast is hier geweest. Nou, François heeft een heerlijke kroeg. Fantastisch, maar hè? Natuurlijk last wat alle horeca nu heeft. Wat niks met de Katwijkse ziekte of CA te maken heeft, maar wel met corona. Ja. En wij kennen elkaar heel lang. Onze ouders kenden elkaar goed. Ja. En de vriendschap was geweldig. Mooi, mooi, mooi. Maar zijn ouders leven nog. Alleen die van mij niet meer. Nee, nee. En je moeder dus aan die Katwijkse ziekte overleden? Ja. Broer, heb je broers en zussen of niet? 1 broer. Heeft die het? Die heeft zich nog niet laten controleren, maar die is al 62 en... Geen hersenbloeding gehad? Nee, niks. Dus dan is de kans klein. Ja, heel klein.
Ja, het lijkt me zo raar om met zo'n ziekte te maken te hebben waar je ook die je kunt overdragen aan anderen zonder dat je het zelf weet. Nee, je kan het niet overdragen aan anderen. Het is geen besmettelijke ziekte. Nee, maar ik bedoel overdragen niet omdat het genetisch is. Als je zelf kinderen krijgt, je dochter, zei je net, had het ook kunnen hebben. Ja, nou, genetisch, maar niet over te dragen. Nee. Ja, wel als je het hebt natuurlijk, maar in principe is het een genetische ziekte. Ja. En dat is de Katwijkse ziekte en CAA is de ouderdomsziekte. Ja, laat dat duidelijk zijn. Die komt heel veel voor. Ja, 1 op de 4 mensen van 65 jaar en ouder, die hebben dat. Ja, dat is veel. Ik zit net te bedenken, waar jij komt, Jan, gebeurt altijd wat. We voeren nu een tamelijk serieus gesprek, al bijna 20 minuten. Ja. Maar waar jij komt, ontstaat altijd opwinding. Is dat ook een beetje jouw kracht als ondernemer geweest? Dat jij dingen kunt bewerkstelligen die anderen niet kunnen? Nou, nee. Als je je bedrijf opzet alleen, moet je het alleen doen. Ik had een compagnon destijds en die was meer volop met handel bezig en ik was volop met het personeel bezig en goede mensen te vinden om die handel te doen. Mm-hmm. En dat is dan globaal hoe je het een beetje verdeelt. Maar ja, het is de import van vlees en zo ben ik opgevoed, niet met vlees te importeren, maar met mijn vader die dat al jaren deed. Mm-hmm. En zo ben ik daarin gekomen, maar ik ben niet een of andere Pipo de Clown die dan op de zaak loopt. Nee, maar ik zeg geen Pipo de Clown, maar het doet juist heel positief. Jij kunt dingen voor elkaar krijgen. Je kunt ook niet, als je geen kwaliteit hebt, 2,5 miljoen euro genereren om iets aan deze ziekte te doen. Jij bent dus in staat mensen te mobiliseren. Ja, maar ik ben wat mijn sterkste punt dan een beetje is het netwerk wat ik heb. Ik ken een hoop mensen op alle soorten manieren. En ook met mensen met grote bedrijven die ook geld bezitten. Of mensen met ideeën. En ik spreek iedereen op een positieve manier, ook wel eens negatief als het niet werkt, als het niet lukt. En ja, daar hou ik me dan zo mee bezig om iedereen te activeren om zich ook met die ziekte en met geld ophalen voor die ziekte, om daar tegenaan te werken, om dat op te zetten. Ja, maar dat is een kwaliteit toch? Ja, eigenlijk wel. Je kunt mensen mobiliseren, mensen enthousiast krijgen, ja, en achter je scharen. Ja, dat is de kracht wat ik dan kan opbrengen in het netwerk. Hey, je zegt net van het moet nog door een aantal instanties goedgekeurd worden, maar dan is er waarschijnlijk een oplossing tegen die verschrikkelijke ziekte. Betekent ook dat jouw activiteiten met je stichting dan klaar zijn? Dat je genoeg gedaan hebt? Nou, eigenlijk nu al, want waar wij het meeste geld mee verdiend hebben is met goede veilingen regelen, feesten, met geld ophalen. Nou, wat ik je net al zei, 2,5 miljoen in die jaren. Maar dat kan nu niet meer vanwege de coronaproblemen. Mm-hmm. Zijn die feesten moeilijk te doen en Dan werkt dat niet meer. Maar wat ik net al zei, die twee Amerikaanse bedrijven zijn enorm bezig. Het medicijn is er eigenlijk al globaal, maar moet nog aangepast worden. Of aangepast, geprobeerd, uitgeprobeerd worden door de patiënten. Maar dat moet wel in een jaar gaan lukken. Dus mm-hmm, daar kijk ik een beetje naar. Maar wordt je stichting dan opgeheven of gaan jullie andere dingen doen? Nee, in principe wordt het dan wel opgeheven, maar er zijn altijd nog wel dingen uit te werken en dan komen er een wat kleinere groep. Maar in principe zijn we dan klaar. Je hebt nog één evenement volgend jaar in 2022 gepland staan in maart in Leiden. Hè? Wat ga je daar doen? Nou, Leiden is natuurlijk vlakbij Katwijk en er komen wat mensen bij vanuit Katwijk. Ook mensen die graag de stichting nog willen helpen, het laatste stukje. We zijn ook met een benefietactie bezig om met Feyenoord en VV Katwijk of Quick Boys een wedstrijd te regelen van oud Feyenoord, noem het maar op, om daar ook een hoop patiënten erbij te krijgen. En in de kerk in Leiden geven we dan het feest. De Pieterskerk, toch? De Pieterskerk. Ja. Met veel artiesten die op gaan treden. En ja, dat wordt wel een hele mooie avond. En zeker via Friends in Business willen ook duidelijkheid geven in Rotterdam en omstreken, mm-hmm, wat we gaan doen. Ja, en dan heb je dan, als jij zo'n gala gaat organiseren, heb je dan van tevoren in je hoofd, het moet 3 ton opleveren, 4 ton of meer of minder? Hoe doe je dat? Nou, normaal moet het zoveel mogelijk geld opleveren. En nu, tuurlijk, we zijn wat het laatste jaar bezig, maar er zijn wat dingen te organiseren. Zo moet je een oud Celtic zitten aan te denken tegen het oud Feyenoord. En dat kost wel wat centjes om die mensen te halen. Mm-hmm. Maar het is belangrijk om de laatste stapjes te maken in het LUMC bijvoorbeeld. Mm-hmm. Om de ziekte zo goed mogelijk aan te pakken. Maar het einde zitten hoop ik ook erg aan te komen. Ja, ja. En dan kan ik iedereen of blij maken of niet blij maken, dat ik gewoon lang blijf leven. Ja, nou, blij toch, neem ik aan. Ja, hopelijk wel. Ja, daar gaan we vanuit, toch? Daar gaan we vanuit. Jij bent ook eigenaar geweest van de Meat Club. Ja. Een restaurant in Rotterdam, in het Scheepvaartkwartier. Waarom wilde jij op een dag ineens horecaondernemer worden? Nou, meer voor de gezelligheid. Dan had ik wat te doen. En ja. Ik kom uit de vleeswereld. En nou, de Meat Club vonden we leuk. Mijn zoon zit ook
in een importbedrijf van vlees. Maar daarbuiten heeft hij ook de Meat Boys opgericht. En dat zijn, op internet kun je dan vlees bestellen. En dat is heel simpel. Als je voor 11 uur 's ochtends dat zit je nou gewoon ongegeneerd reclame voor je zoon te maken, Jan? Ja, ik moet weten wat hij doet. Pak je moment. Nou, dat was eigenlijk het moment. De Meat Boys heet het. De Meat Boys. En dan moet je voor 11 uur bestellen. En dan komen ze het thuis brengen. Ja. Dan hoef je niet naar de Albert Heijn of naar een andere supermarkt. De Meat Boys, ja. .nl of .com? Nou, kijk, zoek het op. Jos de Vries stelt een vraag. Als je nou zelf in die vleesindustrie gewerkt hebt, en je hebt een eigen restaurant gehad, heb je dan zelf favoriete zaken in die stad? Wat zijn jouw favoriete Rotterdamse restaurants? Ja, of dat nou door het eten komt of door de gezelligheid. Maar welke zaken zijn dat? Nou, in 2014 was ik bij RTL Late Night. En die had ik meegenomen om het te helpen een beetje helemaal te blijken. Ja. En dat is restaurant Goud van de broertjes Kousenmaker. Ja. En dat is een gezellig, Nick en Ian, ja. Een gezellig en goed restaurant. Dat is jouw favoriete Rotterdamse zaak? Samen met de Kaatmossel. Ja. Ja, dat is, meer reclames ga ik niet maken. Nee, maar dat mag ik vragen zelf. Nee. Ja. Kevin Valkhof zegt, Jan, die snap ik niet. Die moet je blijkbaar insider zijn. Jan, je soep staat koud te worden. Leg dit even uit. Van welk restaurant is hij dan? Weet ik niet, maar je soep zat koud te worden staat er. Oh. Ken je Kevin Valkhof of niet? Nou, even niet uit mijn hoofd, maar... Ja, blijkbaar een zaak waar je wel eens gaat lunchen. Ja. Is het niet van in Kralingen die zaak? Jim & Gin. Kan dat? Shit, dat is hem, Kevin. Sorry. Ja, het is ja van Jim & Gin, hè? Nou, ik ken Huston... Ja? Dat zo heette het vroeger en dat is nu Gin & Jim geworden. Ja. En ik ken het bedrijf al heel lang, maar Kevin heb ik pas een maand geleden weer wederom ontmoet. En sindsdien eet ik regelmatig bij hem. Die geweldige soep die hij ook heeft. Ja. En die staat dan koud te worden. Ja, die staat koud te worden. Nou, die gaat alweer warm gemaakt worden voor jou. Hey, corona, je hebt het al een paar keer gezegd, dat houdt de wereld in zijn greep. Soms wat meer, soms wat minder, maar vooral heel veel. Ja. Zeker in deze tijd. Raakt dat jou in je dagelijks leven? Nou, mij eigenlijk niet. Ik heb die twee injecties gehad. Dus ik ben weer terug. Ja, je moet weer een boost aanpakken. Boosterprik moet jij hebben. Ja. Ja, dus ik wacht wel af tegen die tijd dat het aangeboden wordt. En dan gaan we dat maar oppakken. Maar jij wordt niet geraakt. Je kunt doen wat je wilt. Ja, maar als je zo'n injectie niet... Een goede vriend van mij, die ligt nu in het LUMC in een ziekenhuis... En die zit dan in zo'n, zit dan in een soort coma, maar dat is niet een coma waar hij in, dat wordt dan hem gegeven dat hij tot rust is en kan ademen door zo'n longding. Hij wordt in coma gehouden, ja. Juist, en ik hoop dat allemaal goed komt, maar ja, dat zijn dingen waar je wat vaak gebeurt en daar schrik je dan wel van. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, want vorige week was Casper van Eyck hier, ken je ook natuurlijk. Ja. Ja, die zei, ik word wel degelijk geraakt door corona. Ik kan gewoon simpelweg minder geld ophalen. Omdat ik heel veel bedrijven dicht zijn en zo. Dat heb ik dus met die feesten gehad van mijn stichting. Dat kan al 2 jaar niet meer. Ja. En daar heb je dan wel mee te maken. En je gaf net tussen een paar zinnen door, tussen neus en lippen door, een nieuwtje weg. Je bent bezig met een benefietwedstrijd, begrijp ik. Oud Feyenoord, oud Celtic. De elftal uit 70 misschien wel. Ja, die zijn erg oud, die mannen. Ja, die zijn wel... Die zijn te oud. Want als ik Rob Jacobs dan als laatste man neerzet, wordt dat niet makkelijk. Nee, dat wordt niet makkelijk. Dus, maar gewoon wel oud spelers van beide clubs. Nou, we hebben dat in 2014 al een keer in Katwijk gedaan, bij de Quick Boys. En dat was oud Feyenoord tegen oud Ajax. En dat was een leuke wedstrijd. En we gaan nu weer zoiets neerzetten. En ja, we laten dat duidelijk via jullie, via Reur en via Friends in Business weten. Ja. Wanneer het begint en wanneer we en hoe we het gaan doen. Heb je verder nog wat te zeggen, Jan? Nou, we hebben net gelukkig nu even Sinterklaas achter de rug. En we gaan nu naar de kerstman. Maar Sinterklaas, daar kan ik jullie wel zeggen... hoe Toon Hermans over Sinterklaas heeft gesproken. Ja, nou, dat zou ik tegen jou nooit durven zeggen. Want die vond het een nare man. Ja, maar... En jij bent niet heel erg naar, hoor. Nee, een beetje maar. Nee, maar voor de jongeren onder ons, die kennen Toon Hermans niet. Maar ga naar internet. Ik heb het zelf ook gedaan vorige week thuis. Ja. Zoek, tik in Toon Hermans en Sinterklaas. Ik krijg een geweldige conferentie bijna. Het duurt 17 minuten. Uit 1974. Ja. En je hoort dan al die mensen lachen. Ik heb er erg om gelachen ook. In dat theater hoor je al die mensen lachen. En heb ik gehoord met de schoonmaak. Gingen ze dat theater doornemen. En op al die stoelen zaten vlekken op van het plasje doen. Van het lachen wat de oudere mensen hadden. Dus... Ik vind het een ordinair verhaal, Jan. Maar het is de waarheid. Dankjewel. All right. Dank dat je er was. Dank je. En jullie bedankt voor het kijken. Tot volgende week woensdag. Dan een nieuwe lunchbreak. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Jax.nl.